Op Oudjaarsdag hebben leden van de carnavalsvereniging De Vliegenmeppers weer hun traditionele oliebollen gebakken op het Agathaplein. De oliebollenkraam stond strategisch op de juiste plek. Menig Boekelse inwoner kwam na het boodschappen doen even aan. De Vliegenmeppers gebruiken de inkomsten voor hun vele activiteiten die door het hele jaar heen plaatsvinden. Op het terrein van handboogvereniging Doelen Willem III werd 2011 knallend vaarwel gezegd. Karbietclub Boekel had wederom de organisatie in handen. Waar vroeger melkbussen werden gebruikt om karbiet te schieten, komen al enkele jaren diverse creaties naar voren. Knallen in diverse grootte waren in de wijde omtrek te horen. Veel toeschouwers kwamen door de middag heen kijken. Ze hadden hun oren goed afgeschermd. In de nieuwjaarsnacht, met veel vuurwerk, openden de vlammers het nieuwe jaar met spectaculaire sprongen door brandende bogen bij de rotonde in de Kerkstraat. Het nieuwe jaar 2012 is begonnen. Voetbalvereniging Boekelsport hield 8 januari een nieuwjaarsreceptie. Buiten de huldigingen van jubilarissen, 5 van 25 jaar lidmaatschap, werd Joop en Harry van der Rijt voor respectievelijk 40 en 50 jaar lidmaatschap in het zonnetje gezet. Jan van der Rijt werd door de voorzitter Wim Bouwmans tot erelid van de vereniging uitgeroepen. Het applaus dat klonk in de kantine wees op de terechte keuze. Na de officiële plichtplegingen werd afscheid genomen van Wim Bouwmans als voorzitter. Na 2 termijnen van 3 jaar gaf hij de voorzittershamer over aan Paul van den Berg. Op zaterdag 7 januari 2012 organiseerde Stichting Boerenbruiloft een feestavond met als hoogtepunt de onthulling van het nieuwe bruidspaar 2012. Met veel dans, zang, cabaret en een optreden van het Boekels kwartierke werd om 11 uur het nieuwe bruidspaar naar voren gehaald. Het nieuwe bruidspaar is Theo en Anja van Laar en ze zijn woonachtig op de Zandhoek. Na de bekendmaking was er gelegenheid het bruidspaar te feliciteren en werd er op muziek van DJ Mario nog lang doorgefeest. Op zondag 8 januari ging na weken van voorbereiding de spaaractie van carnavalsvereniging De Knullekes bij de Superkoop dan eindelijk van start. De opdonders en de donderjagers zorgden voor de juiste sfeer bij de ingang van de supermarkt aan het Agathaplein, waarna het eerste exemplaar werd overhandigd aan de voorzitter van De Knullekes, Peter van den Berg. Hierna stormde iedereen de winkel binnen om de eerste plaatjes of het plekboekje te bemachtigen. René Tielemans, ex-prins, is de bedenker van deze actie. Het is een leuke manier om de carnavalsvereniging in de picture te zetten. Een vol spaarboek betekent dat alle 120 plaatjes van onder meer de Raad van Elf, de Dansmariekes, de Donderjagers en de Opdonders bijeen zijn vergaard. De gezichten van de nieuwe prins en de adjudant worden pas na de bekendmaking toegevoegd. Dat geldt ook voor de jeugdprins en zijn gevolg. Tot en met de carnaval is er de mogelijkheid om de plaatjes van de Knullekes bij Superkoop Boekel te sparen. Bij besteding van 10 euro ontvang je 3 plaatjes. Een spaarboek kost 2,50 euro en je kunt ook sparen voor een gratis braskaart. Na 3 jaar afwezigheid werd door de oude raad van de Corneliusschool in Venhorst weer eens een kerstboomverbranding georganiseerd. De kinderen leverden de kerstbomen in op zaterdag 7 januari. Voor elk ingeleverde kerstboom kregen ze 2 loten. Zondag 8 januari om 5 uur werden op de Sint-Corneliusschool lampionnen uitgedeeld, waarna de stoet onder begeleiding van de drumband en de brandweer koers zette naar het ponyclubterrein. Onder grote publieke belangstelling werd de hoop verzamelde kerstbomen in de hens gestoken door prins Michiel en prinses Linda. Jeugdprins Teun, prinses Laura en vorstin Karin verrichtten de trekking van de loterij. Het Boekelse bouwbedrijf Trinekes mag Sporthal de Burgt voor 1,2 miljoen gaan verbouwen. Kleine lokale ondernemers helpen mee.
Daarmee kiest de gemeente Boekel nadrukkelijk voor een geheel Boekels bouwteam. De opdracht is goed nieuws voor de Boekelse ondernemers. Hoofdaannemer wordt bouwbedrijf Trinekes. Verder werken onder andere Donkers Electric, installatiebedrijf Van der Velde, Verbrugge Koeltechniek en Van der Laar Dakbedekkingen mee. Stichting Binnensport Boekel draagt zelf ook nog eens 100.000 euro bij voor de kinderopvang die in de sporthal komt. De Boekelse ondernemers krijgen 1,2 miljoen voor de opdracht. In totaal kost de verbouwing 1,35 miljoen. De gemeente Boekel heeft een resterende bedrag uit aan voorbereide werk en bouwadvies Uden. Woensdag 11 januari werden we plotseling opgeschrikt door het bericht van overlijden na een noodlottig ongeval hier in ons dorp op de Statenweg van een van onze jeugdmedewerkers van de Jongblok, Michiel van den Elzen. In Michiel verliezen we iemand die kon genieten van plezier van anderen, in het bijzonder de kinderen. Michiel zijn passie was presenteren en entertainen. Als clown Michilio luisterde hij een heleboel jeugdevenementen in Boekel op. Denk maar eens aan de Joepie vakantiedagen, de Schouting Boekel en onze Jongblok. Onze gedachten en ons medeleven zijn bij zijn naaste familie. Wij wensen hun de troost van mooie herinneringen aan een bijzondere jongen. Het was voor ons een voorrecht Michiel te hebben gekend. Bestuur en medewerkers van de Boekelse lokale omroepkring en de Jongblok wensen de familie heel veel sterkte.